Yo yo mensen, welkom bij deze nieuwe video. Ik ben Koen van twentevlag.nl en in deze vlog ga ik een verhaal vertellen uit het leger. Een mooi verhaal waar ik al tientallen keren, als het geen honderdtal keren is, aan bekende vrienden, kennissen heb verteld. Zeg altijd als ik op een verjaardag of iets ben, of ja, Koen, vertel dat verhaal nog eens van die lichtsleuf met dat stil alarm. Nou, dat doe ik bij deze door middels van deze video. We hadden in de opleiding een stille oefening. En dat houdt in dat de dreiging hoog is en dat je vaak met kleren en nou aanslaat, inclusief je wapen. En die staat dan altijd op safe, op S. Dat voor later natuurlijk. Je hebt een lichtsleuf en de dreiging was dus hoog en ik sliep altijd met een buddy. En op een gegeven moment zegt mijn buddy: hey Koen, wakker worden, het is stil alarm. Ja, fuck. De dreiging is hoog, we moeten eruit. In die tijd had ik een bril, een dikke champot glazen bril. Ik mocht nog geen lenzen in het leger, maar zo'n lege bril, lekker achter de oren, mooie camouflage erop. Echt super fantastisch. Mijn buddy was al weg en ik kon maar zoeken naar die bril. En ik kon niet vinden waar die bril zat. En maar zoeken. Ja, ik was gewoon die bril kwijt. En mijn buddy kwam nog een keer weer terug. Hij zei: hey Koen, waar blijf je jongen? Ik zei: ja, ik kan mijn bril niet vinden. Hij zegt: ja, scheid. Kom mee hoor, het is stil alarm, dan maar geen bril. Maar goed, je slaapt zoals ik al zei ook altijd als je hoog alarm is, dan slaap je met je wapen in een slaapzak. Maar door alle gekte en zo wilde ik mijn wapen pakken, die staat altijd op safe. Maar blijkbaar, met slapen is die op automatisch gegaan. Maar ja, ik wist dat niet en ik kon niks zien, ik wist ook niet waar ik was. Zeg maar, ik was blind, tussen haakjes zeg maar. Dus ik wil die Demaco pakken en je moet voorstellen, zo'n oefening is helemaal opgezet, hè? Het duurt uren voor getraind enzovoort. En als er iemand begint te schieten, ja, dan weet je wel wat er gebeurt. De hele oefening naar de knoppen. Iedereen begint te schieten, maar dan denken, ja, we worden aangevallen, terugschieten, weet je? En dan ging je dus helemaal fout, want dat zou ik je vertellen, ik wil mijn wapen pakken, maar ik had dus geen bril, niks op. Ik pak mijn wapen, pak bij de trekker. En een of andere manier was het wapen was op automatisch gekomen. Dus ik pak het wapen. Trrrt, bap, 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 helemaal gek. Iedereen begint te schieten, jongen. Flashbangs, alles vloog me aan. Ik denk: fuck, ik ben Sjaak, ik ben de Sjaak. En ja hoor, na 3-4 minuten, want er was chaos. Omdat iedereen begon te schieten. En dan moet je je voorstellen, dat is met een mannetje of 40, 50, 60. En in één keer hoorde ik uit de: stop, stop, stop. En in één keer de sergeant-major: wie was dat? Soldaat op de bijvang, sergeant-major. Achter in de bosjes, want ik lachte nog niet. En ja, die dag, dat vergeet ik gewoon nooit weer, die nacht. Ik heb er zeker... ja, wat moest ik toch allemaal doen, jongen? Ik heb mijn gasmaskers over touwbaan moeten. Ik moest wapens begraven, een meter in de grond. En weet ik het wat allemaal, echt chaos. Echt, ja, dat was iets... Dat wil je niet meemaken, maar ik wil van geleerd, discipline, altijd doorgaan. Waar een ander stopt, moet jij doorgaan. Dat wil ik jou meegeven. Je kunt het, als je zelf maar wilt. Mindset. Bedankt voor het kijken van deze video. Morgen weer een gloednieuwe vlog. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal en een blauw duimpje omhoog. Yo!